Goed, jullie kijken naar deze gelukkige video van Fortnite Battle. Ja, hoezo is het ineens Fortnite? Ik dacht, ik switch even om. Omdat de in ieder geval, want de vorige keer, dat was afgelopen woensdag, toen is er een FIFA montage online. Omdat Fortnite had storing op Xbox. Dus daarom nu een Fortnite video. En het heeft ook een beetje te maken met FIFA. Want je ziet het goed. En ik ga dus aan, ik switch nu om. Je ziet goed, ik ben in de Creative Hub. En hoezo in de Creative Hub? Ja, waarom? Waarom ben ik daar? Nou, ik wil gewoon heel even laten. Zo. Oké, dit is vet. In deze is het een beetje veranderd. Maar waarom ben ik hier? Nou, ik wil gewoon even aan jullie laten zien wat hier gewoon allemaal staat. Want hier kun je van alles nu ook doen. Allemaal leuke dingetjes. Gewoon met je vriendjes. Dus ik ken nu gewoon het eerste of twee set. 1v1 voetbal arena. Wel voetbal. Omdat ik op Spaans heb staan. En dan, wat kun je hier doen? Nou, je ziet daar heel goed. Je kan gewoon de pad en dan die bal erin trappen en dan lekker ja, penalty schieten met je vriendje of ja, in ieder geval met je vriendje of vriendinnetje. Kun je gewoon lekker wat penalty's trappen. Dus ik vind het gewoon best wel leuk. Alleen het is wel lastig tussen je. Of je moet. Of je moet zo. Misschien met een. Met de. Kijk dan. Die bal ligt eigenlijk iets te ver. Volgens mij van de stip. Ja, boven normaal voetbal niet, maar hier wel. Maar ik weet ook niet. In ieder geval, dit is best wel leuk om gewoon lekker eens te doen. Het is niet voor iets, maar het is gewoon leuk om een beetje. Voor de voetbalfans. Ik vind het in ieder geval wel leuk. En dan gaan wij nu naar het volgende. En dat is hier. Indoor voetbal arena. Oftewel, hier kun je. Je ziet het al. Je hebt hier ook een bal. En dan hier kun je zo lekker. Hier kun je dan zo lekker een beetje indoor voetbal. Normaal is het ook. En je kan dan lekker zo via de dingen spelen. Hoe heet het, via de muren. Dus dat is gewoon best wel leuk. Om lekker via de muren te spelen. Dat, dus dan kun je gewoon lekker indoor voetbal spelen. Ja, dus dat is ook gewoon. Ik vind het eigenlijk een leuke update. Wat ze hebben gedaan. Vooral ook hier die indoor arena. En die 1v1. Die penalty. Voor penalties normaal. Dit weet ik eigenlijk niet wat het is. Maar dat staan denk ik voor de maps. Hoe de mappen van iedereen. Hoeveel mensen je bent. En hier. Hier staat spelers. Facilities. Ja, hier, dit is eigenlijk een beetje. Met van het hotel normaal wat je hebt. Heb je voor spelers. En die kunnen dan hier chillen. En ik ga nu in die lift. En dit kijken. Tweede vloer. Spelers spa. Dit is kei vet. Ik vind het echt vet, jongens. Kijk hier. Hier. Oké. Ik zit onder water. Maar in ieder geval, hier kun je gewoon lekker chillen. Hier. Het is wel jammer dat je niet kan liggen op die bed. Dat vind ik alleen jammer. En dan. Oh ja, je hebt hier ook nog een. Ja. Het is jammer dat die douches niet aangaan. Maar in ieder geval, je hebt hier nog. Hoe heet het? Soort douches. En hier kun je zo lekker chillen in spa. Nee. Oh nee, dat is geen spa. Oké, wat is hier bij een spa? Het is wel een spa. Waarom had ik het fout? Maar in ieder geval, dit is een spa. Toch? Ja, dit is van de sauna, volgens mij. Ja, wellness is het meer. Een wellness. En die, deze badjes zijn een spa. Voor degene wat niet weet dan. Kinderen jonger dan 12, maar die mogen niet in de spa normaal. Ik weet ook niet waarom. Volgens mij is het gewoon omdat water is daar niet goed voor. Zo, dus. En ja, dit is eigenlijk een soort wellness. Dus ik vind het echt vet. En dan ben je nu hier naar de gym.
Dit is ook vet. Alleen ook weer jammer dat je gewoon niet hier op kan. Dat is gewoon zo jammer. Dat is gewoon jammer dat je hier gewoon niet op kan. Anders was het gewoon echt vet. Dan kun je gewoon net doen dat je vet trainer bent. En nu het is gewoon vet. En dan gaan we nu weer naar de lobby. Dan moet je altijd goed even... Zo, daar zijn we weer. Dan hier, ja, hier heb je gewoon een balie. Niet echt iets speciaals. Zoals je ziet. Dus we gaan nu naar het volgende. Dat is best wel vet. Hier heb je ook een chillbankje, maar dat boeit niet echt veel. Ja, je ziet het al heel goed. Dit is het stadion zelf. Hier zie je het. Voetbalschoen. Ik sta nu op de voetbalschoen. Maar in ieder geval. Hier heb je gewoon de bankjes. In ieder geval hier. Ja, dit is het normale voetbalstadion. En echt. En hier kun je dan gewoon lekker met je vrienden. Gewoon lekker voetballen. Hoe vet is dat? Hoe vet is dat gewoon? En dan zie ik. Dan zie ik mezelf ook gelijk gewoon weer aan. Gelijk gewoon eigenlijk weer aan dat. Wat nou als er een soort event komt. Dat. Ja, dat je daarvoor moet opgeven dan wel. En dat dan. Dat je dan gewoon. En die mensen die dan niet opgeven dan. Oh, zei ik al van tevoren, maar in ieder geval, die moet je dan opgeven dat event. En dan, bijvoorbeeld dan, doen ze gewoon even twee clubs, noemen ze dan. Of e-sport teams. E-sport teams moeten ze gewoon doen. Ja, Fortnite e-sport teams. Gewoon echt, Energy e-sports tegen, hoe heet die nou, die van Booga, wat die in zit. Ik moet nu even kijken. Snel. Op mijn telefoon. Ik weet het wel. Ik weet wel even waar ik beeld zeg. Alleen ik weet even niet hoe je het uitspreekt. Oh ja, ja, Cynitals, of zo wat. Ik weet niet hoe je hem uitspreekt, maar in ieder geval, je ziet hier rechts even het logo met de naam eronder. Dus ik hoop dat jullie het al weten waar ik bedoel, dan bedoel ik die. En bijvoorbeeld die twee dan al tegen elkaar spelen en dan gewoon... En dan gewoon echt, dat is toch vet. En dan ook gewoon... Ook weer amateurclubjes. Terwijl in ieder geval gewoon een beetje. Zodat je daarvoor moet opgeven. En dan dat de mensen wat zich dan niet opgeven. Of de twee. Als het van die grote e-sport teams dan spelen. Dat dan bijna de hele Fortnite. Ja, community. Of hoe moet je het zeggen. Gewoon zo gaat kijken hier. Naar de wedstrijd. Dat je gewoon zo kan kijken naar de wedstrijd. Echt, ik hoop gewoon echt dat het zo gaat lopen. Anders is het gewoon echt zonde. Dat je dan gewoon hier. Zo. En dan. Dat je zo kan kijken naar de wedstrijd. En dan. Dat lijkt me echt vet. Ik vlieg hem. Ik doe het niet. Maar in ieder geval. Dat is gewoon echt vet. Dat moet ook gewoon echt vet zijn. Echt zo. Echt. Dat lijkt me gewoon echt vet. Dat ze dat gaan doen. Kijk, en dan hier kun je alleen het volgens wel een beetje raar. De mensen kunnen eigenlijk niet zien hoeveel punten het staat voor. Ja, voor bijvoorbeeld de Energy e-sports en Cynadals bijvoorbeeld. Kunnen ze niet zien hoeveel punten het dan staat als het zo wel kan komen. Dus en dan gewoon hier een keepertje.
Zo. Wow. Kan dat wel? Voor mijn e-sport team is niet zoveel mensen. Het is niet minimaal 11 mensen. Dat kan. Ja, of dat er ook mensen zich mogen opgeven voor daarbij. Even voor. Maar dat is toch vet? Dat dat gewoon zo een keer komt. En dan hier zitten dan de toeschouwers van Energy Esports. Zo te kijken naar de wedstrijd. En dan jij hier met je vriendje en vriendinnetje. En dan aan de andere kant zitten dan die van de Senegals. Of andersom. Dus ik hoop gewoon echt, jongens, dat gewoon de toekomst gewoon van dit, dat gewoon zoiets komt. Dat lijkt mij gewoon echt vet. Want dan kun je gewoon lekker een potje voetballen. En een potje voetbal kijken. Hoe vet is van dat in Fortnite? Oké, ik wil nu even iets bedenken trouwens, waarom ik net zo zat te denken. Finite is het dan net of zo. Misschien zoiets. Kun je het dan wel noemen? Finite. Fortnite en FIFA. Door elkaar. Dus ik vind het echt vet wat ze gewoon hebben gedaan. Dat je gewoon hier gewoon. Overal, je kan echt wel gewoon iets van voetbal gaan doen. Je kan gewoon tegen die bal anders lopen. Ik wil ook wel even kijken hoe het is met iemand. Als dat. Maar ik denk dat je dat zo moet doen. Dat je dan zo dat moet doen. Ik denk dat je dan zo moet doen, jongens. Dat je dan zo... Denk ik, hoor. Want anders loop je echt voor... helemaal kort achter naar die bal aan. En dan, dan zit je zo mee te dribbelen. En dan doe je hem wel eens weg. En als je echt zo... Dan kun je hem... Kijk, dan kun je hem ook voor mij naar rechts sturen. Kijk dan, zo kun je hem ook nog echt sturen. En als dat je... Kijk, zo, dan kan het niet. Dan moet je er eerst weer naartoe gaan. Dus ik denk dat het zo moet. Dat je gewoon met je pickaxe tegen die bal aan moet slaan. Maar dat zou echt vet zijn, als ze zoiets gaan organiseren. En anders ga ik het gewoon niet doen. Dus echt. Dus ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Ik in ieder geval wel. Dus ik daar maar even blauw duimpje voor zichtbaar abonneer op mijn kanaal hier beneden. En op dat buiten liggen naast hem neer. Dus laat weten wat jij hiervan vindt. Als dat jou ook leuk lijkt. Als ze gewoon zoiets gaan organiseren. Bijvoorbeeld met e-sport teams. Of dat je moet opgeven. Voor bijvoorbeeld dat je dan twee dingen hebt. Of met LAN. Dat ze het met LAN doen. Terwijl het land waar je vanaf komt. En dan kun je op. Dan waar je dus in woont. Zo, en dan kun je zo. Ja, spelen eigenlijk. In ieder geval, dan kun je, wat ik dan zeg, dan kun je eigenlijk, dan hebben ze eigenlijk een soort EK in Fortnite, of WK, hoe je dat noemt. Dat je dan met, dat ze dan ook beste spelers hebben genoeg. En dat ze dan gewoon zo doen. En dat jij er dan in moet komen als er iemand is. Dan kun jij spelen. En dan ook met de stokkerskind. Dat ze dan eigenlijk dan nog hier. Dat wordt te groot, denk ik. Dat ze hier dan eigenlijk gewoon.
die gewoon voor gratis doen als dat je hier voor een soort iets van score of zo. En dan dat je die dan krijgt. Zo, en dan, ja, dan kun je die gewoon aandoen. Dus maar in ieder geval laat weten wat jullie daarvan vinden. Dus dan ga ik, dan zeg ik zo altijd, adios.